Aan de vooravond van de 90ste verjaardag van Louis van Roosgaarde, oud-minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, neemt kleinzoon Roberto het initiatief tot een groot feest. Het landgoed De Roosgaarde wordt in gereedheid gebracht, de uitnodigingen worden verstuurd. Maar niet iedereen blijkt te willen komen. Het aanstaande feest brengt van alles in beweging. Welke geheimen zijn er altijd verzwegen? Wie zijn de onbekende familieleden die zich opeens aandienen? En is de oude Louis van Roosgaarde wel zo integer als hij altijd deed voorkomen? De 90ste verjaardag van Louis van Roosgaarde is een wervelende familieroman die de lezer tot het eind op het puntje van de stoel zal houden.